Het maken van een film voor een relatief laag budget is ontzettend leuk, omdat iedereen die gaat vol voor die film. En mensen doen het niet omdat wij nu zo bekend zijn of omdat ze er zo vreselijk veel geld, maar ze geloven in het verhaal. Wij hebben het geld, de tijd niet om Amerikaanse glamour te maken, dus al onze gevechten zijn never, nooit niet glamour. Al onze actiescènes zijn never, nooit niet glamour. We zoeken een bepaalde rauwheid, een bepaalde hardheid, een bepaald soort realisme wat wij tegenover de glamour moeten zetten. Zelf kan ik geen vlieg kwaad doen. Maar op film, ja, natuurlijk, geweldig. Het is gewoon echt een ouderwetse knokfilm, cowboytje, indiaantje. En ik, het is allemaal wat veel, maar hartstikke leuk om te doen. Modelfilms die had een idee, had het groot plan om 4 of 5 low-budget speelfilms te maken. En zij zochten regisseurs ervoor, dus ik ben met hen op gesprek gekomen. Nou, dat was ik vergeten, maar dat vertelde iemand mij laatst tijdens een etentje. Dat een van de oorspronkelijke uitgangspunten voor Temmink had ik in een map. Ik had een map met allemaal knipsels uit de krant en een daarvan ging over kooigevechten. Toen liep ik, meteen toen ik bij de producent was geweest, liep ik naar buiten. En toen ben ik de eerste beste telefooncel ingegaan, want ik had in mijn hoofd dat ik degene die dat zou moeten schrijven, dat zou Arend moeten zijn, Arend Steenbergen. En dus ik belde hem op van ja, ik had al 2 jaar niet meer gesproken geloof ik, van zou je het leuk vinden om samen met mij een film te gaan maken? Ja, dat zag het wel zitten. Ja, waarover moet het dan gaan dan? Over kooigevechten. Kooigevechten, daar had ik nog nooit een seconde van mijn leven over nagedacht. Behalve dat ik wist dat er ophef was over in de krant. Maar ik had echt nog nooit bedacht dat je daar misschien iets mee kon, dramatisch of met een film. Dus, maar vervolgens ging ik er maar over nadenken. Van, oké, boer, dus iets met kooigevechten, we zullen wel zien. Maar vervolgens kwam ik al heel snel op het idee van de gladiatoren. En dat je die kooigevechten nog wel iets verder door kan trekken. En dat je een soort gladiatorenfilm kan maken. Toen kwam ik dus bij hem langs en toen had hij eigenlijk een aantal stellingen. 1, het zijn gladiatoren. 2, ze vechten op leven en dood. En 3, alle gevechten gebeuren live uitgezonden op de Nederlandse televisie. En toen werd het ineens al heel snel heel spannend. Het kwam ook omdat het andere was, omdat het de film deel uit zou gaan maken van zo'n serie die dan moest gaan over de toekomst of zo. Dat je een persoonlijke visie mocht geven op de toekomst. Dus toen kwam ik al heel snel op dat idee van, oké, in de toekomst mogen ongeneeslijke gewelddadigen, die mogen het op leven en dood verder zelf uitvechten. En toen werd het allemaal heel leuk en toen kwam er ook heel snel heel veel verhaal. En ik moet zeggen, Jeroen Beker en ik waren ook erg enthousiast over het plan. Wij hebben ook er alles aan gedaan om die film zo goed mogelijk te krijgen. Wat ook natuurlijk te maken had, los van het plan, dat het een van onze eerste film was. We hadden eerst een Triffeteetje gedaan, daarna Temmink. En inmiddels hebben we 14 speelfilms gedaan, maar dit was toch die twee waren onze eerste films. Dus er was ons alles aan gelegen om die film goed te maken. Het klikte gewoon heel erg. Het klikte gewoon heel erg tussen mij en Arend, tussen ons twee en de producenten. En een gegeven van die low-budget film was ook dat we eigenlijk binnen een ontzettende kleine periode het script op punt moesten krijgen. Ik geloof dat dat hele schrijftraject heeft eigenlijk volgens mij niet langer dan 3-4 maanden heeft dat geduurd om een versie te maken die representatief zou zijn, die goed zou zijn om te draaien. Productioneel zat het zo dat Temmink deel uitmaakt van de serie waarvan het budget op voorhand vaststond. Dat was echt heel weinig geld. Daar had je die film eigenlijk niet voor kunnen maken. Dat was ook steeds een twijfel. Maar de jeugdige overmoed van Jeroen en mij was dat wij zeiden van nee, maar Temmink, dat komt wel goed. Laat ons maar, dat kunnen we maken. Raar genoeg is een budget is ook abstract. Ik bedoel, dat was mijn eerste speelfilm. Dus je denkt van, 750.000 gulden. Dat is een boel geld. Weet ik veel wat je er mee kan doen. Maar pas later heb ik toch ook wel begrepen dat wat wij allemaal wouden voor het hele kleine beetje geld wat er was. Ja, dat was wel een beetje veel te hoog gegrepen. En wat dat betreft is het heel erg dapper van die producenten. Dat ze gewoon een soort ogen dicht hebben. We doen het gewoon en we zien wel waar we uitkomen. Dat hele verhaal van het budget, dat gooi je in je achterhoofd. Vergeet je.
En je gaat gewoon die film maken. En dan heb je eindeloos die discussie, dat kan wel, dat kan niet. En elke keer als zij zeiden, dat kan niet, dan zei ik, ja, maar dat is heel belangrijk. En dat moet, dus daar kwam er weer een mogelijkheid om het dan wel te doen. Dus je wordt wel inventief van. Betekent het eigenlijk dat je die film in 17 dagen gedraaid hebt? Ja, dat is echt absurd. Dat is echt, als je dat mensen nu vertelt, dan denk je, dat is echt belachelijk, dat kan helemaal niet. Maar het kan dus wel, en dat is wel het leuke van zo'n film. En die energie, ondanks de manco's, je voelt wel dat er een enorme drive in die film zit. En die energie, die is als maker aanstekelijk, achter de camera. Maar als je ernaar kijkt, voel je die energie ook. Wij zochten een Temmink. Temmink moest voor ons moest enerzijds gevaarlijk zijn, sterk, onoverwinnelijk. Maar tegelijkertijd moest hij een bepaalde sympathie moest die opwekken. En dat was heel belangrijk. We zochten een hoofdpersoon waarmee je anderhalf uur mee wil gaan. Waarmee je in gelooft, waarvan je gaat houden. Zo close als Arend en ik samen hebben gewerkt tijdens het schrijven. Zo close hebben we ook samengewerkt tijdens de casting. En ik kan me nog goed herinneren van wekelijks belde ik hem op van ja, we willen die en die acteur willen gaan kijken. Dus laten we eens een toneelstuk gaan bekijken. Dus we hebben echt vreselijk veel toneelstukken gezien. Het was, want we waren op zoek naar acteurs voor ons prachtige film. En we gingen een toneelstuk bekijken, ik denk voor de rol van Buhari. Naar een vrouw, ik zou het gewoon niet meer weten wie. Maar in dat toneelstuk speelde ook Jack Woutersen. Jack Wouters is een fantastisch acteur. Maar we hadden nooit aan hem gedacht voor de rol. Omdat wij bij Temmink dachten aan iemand die groot, hoe zeg ik het, gespierd, sterk, echt zo'n sportman type zou zijn. Ja, dus toen zaten we na het toneelstuk koffie te drinken in het café naast het theater. En toen stond Jack Woutersen, die kwam aan de bar staan. En toen moet ergens tussen ons het idee zijn ontstaan van, of tussen Boris en mij het idee zijn ontstaan van, dat zou wel stemming kunnen zijn. En ik weet nog dat we toen alle twee zaten te staren van, zullen we hem vragen? Maar dat durfden we dan niet of zo, want misschien waren we ook nog niet helemaal overtuigd van dat het al goed zou zijn. Maar dat we toen gingen alle twee maar een soort om de beurt naar de wc die vlak achter waar Jack was, en dan gingen we zo langzaam mogelijk achter hem langs lopen om hem toch van alle kanten goed te bekijken, om dan vervolgens dan maar weer te besluiten om hem toch nog maar niet te vragen. We zijn toen naar hem toe gegaan, ik had hem gebeld. Ik zeg van, we hebben een idee over een film. En zou je misschien een script willen lezen? Nou, toen zijn we naar hem toe gegaan en hij had het script gelezen en hij zag dat wel zitten. En ja, daar waren we heel blij om. Zoals hij in het begin een twijfel had gehad van nee, of misschien, moeilijk. Dan zou dat niet kunnen. Het project dat doe je of all the way, of je doet het niet. Een knokfilm maken in Nederland, dat is geweldig. Dat kan niet. Ja, dat gaan we toch doen. Dus ik ga meteen, ik doe mee. Wat of hoe of wie, dat maakt me allemaal geen zak uit. Ik wil een knokfilm maken, eindelijk eens een keer wat anders. En vanaf dat we dat wel bedacht hadden dat die moest zijn, was er ook ze nooit meer in mijn hoofd opgekomen dat er een andere Temmink zou kunnen zijn. Wij waren ontzettend blij dat Jack de rol van Temmink wilde doen. Maar dat heeft ons meteen voor een probleem gezet. Namelijk, als Jack Temmink speelt met zijn 2 meter en zijn 135 kilo, ja, wie moet dan Goliath spelen? Ja, oeh, Goliath. Ja, nee, dat is het probleem. Als je een Temmink van 2 meter hoog hebt, dan moet je een Goliath eigenlijk hebben van 2 meter 20 hoog. En ja, er zijn er niet zoveel van op deze wereld. Toen bij de casting van Goliath, ja, daar hebben echt ontzettend veel mensen voorbij zien komen. Er waren gigantisch grote mannen bij. Er zat één man bij van zelfs 2 meter 25. Maar niemand had de uitstraling van een Goliath die wij zochten. En toen kwam Joe op de casting, een paar keer later, die niet eens groter is dan ik. Ik zou wel een stukje breder, maar qua hoogte niet. En die kregen we dan op bezoek op onze casting. En had Boris ook nog bedacht dat ik dan maar bij wijze van een soort televisieverslaggevertje moest spelen. Die dan die man, die mogelijk Goliath zou moeten zijn, ging provoceren. Zeg Goliath, wat voor kleur haar heb jij eigenlijk? En ik stond daar weer met mijn cameraatje homo te roepen en te vervelend te doen. En binnen 3 seconden voelde ik zo ineens zo'n vuist echt langs mijn oor suizen. En omdat ik alleen maar door dat zoekertje keek, had ik ook geen flauw idee wat er aan de hand was. Maar ik voelde wel dat ik hier ineens heel erg moest gaan oppassen en dat ik niet vaak homo moest gaan roepen.
altijd voorgesteld dat Goliath, ja, dat is toch eigenlijk iemand gewoon die eigenlijk gewoon depressief is. En die misschien zelfs wel het hardste van allemaal gewoon dood wil. Alleen ja, dan wel op een soort, dan wel eerlijk verslagen of zo. En zijn tragiek is dat hij gewoon, ja, dat hij gewoon sterker is dan iedereen. En bozer en woedender. En Joe was, ja, dat was wel ineens iemand, daar kon je dat bij voorstellen. Want daar zat inderdaad zoiets treurigs of depressiefs aan. Maar het was ook gevaarlijk of zo. Van dat je meteen, ja, meteen voelt van, ja, daar heb je dus geen enkele kans tegen deze meneer. Zoals in de film Temming en Goliath elkaars tegenpolen zijn, de good en de bad guy, zo is de rol van David is ook vreselijk belangrijk. Dat is namelijk het maatje, dus de vriend van Temming. En ik geloof dat dat een van de moeilijkste rollen was om te vinden. We hebben echt vreselijk veel mensen voorbij laten komen. En we waren zelfs nog bezig toen we eigenlijk al aan het repeteren waren voor de gevechten. En toen kwam Jacob Derwig. Hoe ga jij eigenlijk heten? Huh? Hoe je gaat heten? Ik bedoel een naam, gladiatorennaam. Ik wil gewoon Temming. Temming? Ja. Dan blijf je toch geen Temming noemen, man. Je moet een gladiatorennaam hebben, man. Stalin. Ben Hur. Ted Bundy. Mickey Mouse, voor mijn part. Meteen toen zij begonnen te spelen, toen sprong er een vonk over. Zag ik de ogen van Jack zag ik glimmen. Dat klikt. Die vriendschap dat klikt net zo goed als dat op beeld, klikt het ook buiten beeld. Dus het is heel prettig om met zulke mensen te kunnen spelen. En het is gewoon, ik vind het gewoon een geweldige acteur. Je hebt een verhaal, dat kies je, dan heb je een naam en dat verhaal wordt jouw verhaal. Je hebt toch ook een verhaal of heb je geen verhaal? Nee. Nee? Verhalen gaan over anderen. Zoals je dus het koppel David en Temming hebt. Dus heb je ook de tegenstelling, zeg maar, dus de good bad guy, Goliath versus Temming. En die driehoek is eigenlijk in de film het belangrijkste. Als dat klopt, dan klopt eigenlijk alles. Een van mijn grootste angsten met name was dat je een film maakt over vechten. En dat die gevechten niet goed zijn. Dat je het van, ja, die gevechten, ja, het doet helemaal geen pijn. En ja, het is low budget. En, dus we hebben ontzettend veel tijd en moeite in de gevechten gestoken. Met name Willem de Beukelaar en Jack Woutersen en Boris Pavelkoon hebben ontzettend veel getraind, erover gesproken, de shots gezet. Met als uitkomst dat die vechtscènes, dat zijn de beste vechtscènes die ooit in een Nederlandse film geschiedenis zijn gemaakt. Nou, Willem de Beukelaar belde ons op. Van ja, we hebben een voorstel voor de gevechten in elkaar zitten. Dus wij togen dus naar de repetitieruimte. Dat was dan Willem en Marco en Ronald, de jongens waarmee die werkt. En ze zeiden van, nou ja, dit is ongeveer wat het is. Dit is gaaf. Dit is fantastisch. Dat zat meteen, zat dat goed. Meteen de eerste klappen die ze hadden. We zaten aan de zijkant, zagen we amper of ze aankwamen of niet. Het zat er zo meteen op tempo en op heftigheid en op bruutheid. Dus meteen binnen. Volgens mij zijn we ook begonnen met het gevecht in het park. En de grappige doelstelling van toen, ook van de regisseur Boris, hebben we echt gezegd van, oké, als dit gevecht komt, het begin van de film, moeten de eerste 5 mensen de zaal al uitlopen. Dat hebben we ooit grappig eens gezegd. En vreed genoeg op de première gingen er zelfs 10 de zaal uit. Dus volgens mij is dat wel geslaagd. Ja, er was ons heel duidelijk gemaakt dat het echt om harde gevechten ging. Echt die gevechten die je eigenlijk normaal niet 1, 2, 3 op een film zou zien. Maar ze moesten doorgaan daar waar een ander gevecht in de film zou stoppen. Ja, we zijn gewoon gaan zitten en gaan praten. En op een gegeven moment zijn we ook gewoon echt woordelijk, gewoon bijna textueel gaan opschrijven van... Man slaat met links, man slaat met rechts, krijgt schop terug, krijgt kopstoot, krijgt voetveeg, heupworpen, ga maar. Zo hebben we het ook gewoon opgeschreven. Nou, ik heb er wel voor getraind, maar ook op mijn manier. Maar ik ben toch meer een acteur als een sportman, want dan ging ik zwemmen. Maar de bejaarden die zwommen me aan alle kanten voorbij. Als ik de trap zet, ja. Is dat je hem eigenlijk blokkeert met je lichaam, op het moment dat mijn been nog hier is. Bang! Ja, na de eerste 4 klappen kijken wij elkaar al aan en denken van, nou, die hoeven we alleen maar te remmen in plaats van dat we hem moeten stimuleren.
Dus dat, dat was eigenlijk meteen heel positief. Vechten is energie. De energie moet je goed hebben. En dan moet je verder uitkijken als niemand van zijn kop trapt. Maar de energie, het gevaarlijke, het zit in iemand zijn hoofd. Je ziet in iemand zijn hoofd van dat hij eng is. Of dat je er bang voor moet zijn. Aan zijn ogen, bij honden zie je dat. Je ziet het aan de ogen. En dan verder is het, moet je die bewegingen moet je wel maken. Je moet er echt uitkijken dat je echt niet iemand voor zijn kop slaat. En naarmate dat die trainingen vorderden, zag je ook dat Jack er echt talent voor had. Die had het gewoon in zijn vingers. Die voelde precies hoe het zijn moest. Ondanks dat het helemaal geen sportman is. Alle stoten, de plaatsingen, de timing, de reacties. Dat heeft hij gewoon in zijn vingers. Actie. Soms denk je van, god bemoei, ik zit niet te veel op het terrein van de regisseur of zit niet te veel op het terrein van de gevechtsinstructeur en ik ben de acteur. Maar ik vind het altijd mooi, als die dingen door elkaar heen gaan lopen, dan wordt het mijn film, dan wordt het mijn gevecht, dan wordt het, snap je? Je moet elkaar met elkaars dingen bemoeien, vind ik. Net als voetballers, die moeten lullen na de wedstrijd met een biertje erbij over de wedstrijd, dan voel je de volgende dag beter. Het meest spannende was of Jack het zou redden met zijn conditie. Dat was het meest spannende. Want we hadden maar 3 dagen. 2 dagen in de kooi, 1 dag met de camera's erbuiten. Nou, in die 3 dagen moesten alle gevechten gaan doen. Dat betekent dus effectief dat Jack dus gewoon 9 uur per dag alleen maar op de top van zijn energie moest hij die gevechten doen. Jack die weet ondertussen alle gevechten wel. Dat was er door de voorgaande afgaande weken was het er zo ingestapt, dat zit goed. Dus we moeten hem sparen. Ja! Backfist, rechterhoek. Alle opnames begonnen eigenlijk door eerst heel kort door het gevecht heen te gaan. Maar altijd met stand-ins. Om zeker te zijn dat alle gevechthandelingen goed zitten. Maar ook om zeker te zijn dat daar ook niks misgaat. Van beide kanten. Eerst instantie, shot. Shot, kom eens naar elkaar. Erbij, ja. En dan gaan ze draaien. En in het ronddraaien komen jullie closer. Ja. En pas op het moment dat wij met camera en met repetitie, dat wij helemaal op punt stonden, dat wij zeker wisten, oké, zo gaan we doen. Pas toen kwam Jack erbij. En met Jack deden we nog de laatste finesses, dat alles klopte. En dan gingen we gewoon draaien. Yes. En met Danny ook, dus het camerawerk, van dat hij dat liet gebeuren, liet ontstaan. Hè, dus soms kan zo'n cameraman zeggen, ja, maar ik wil het zo opnemen, waardoor het hele gevecht weer kapot gaat. Terwijl Danny heeft het gevecht laten zijn. En dat heeft hij geregistreerd. Daardoor zijn die partijen zo goed, want die zijn organisch, die lopen door, die ademen, die... Dat is goed gedaan. Even enkel positionering. Heel droog, ja. Kom op mijn mooie kant. Ja. Baas. Ja. Oké. Het is net als een kind dat voor het slapen gaan naar bed moet, die poept er nog een keer alle energie uit. Die blijkt nog heel veel energie te hebben. Dus we hadden de film gemaakt. En ja, dan heb je 3 dagen. In Amerika doen ze daar 6 weken over, die gevechten. Of iedere klap een dag. Nieuw standpunt. Nou, bij ons moest het dan zo snel. Thank you.
dat in die kooi, dat gevecht, ja, dat was bijna een ziekelijk gevoel af en toe. Het was net iets of je iets heel stiekems aan het doen was. Je stond met vier crewleden en twee acteurs, was je daar een redelijk walgelijk gevecht aan het draaien. En alles wat om je heen gebeurde, en je was volledig afgesloten van de buitenwereld eigenlijk. Zit of een klap zit niet. Het is het zoeken naar die perfectie. Het is ook de lol van iets maken dat er wat er bruut uitziet. Dus al die gevechten, het was vreselijk leuk om te draaien. Het was ook lol, echt. Ik bedoel, elke keer als we dan weer terugkeken hoe op die Watchmen, hoe het eruit zag, toen hadden we helemaal het idee van, gaaf, dit is leuk. Nou, alle gevechten hebben natuurlijk zijn eigen verhaaltje. En het verhaal bij mijn gevecht met Jack was dat hij qua agressie helemaal op zijn piek zat. Gefrustreerd, agressief, dominant aanwezig. Hij had maar één doel en dat was gewoon die gozer te vermoorden. Ik kon niet meer. Ik was echt kapot. Alles was stijf. Ik moest omhoog getrokken worden. Echt. Het was er even sprake van, nou, laten we dat gevecht dan maar vergeten. Laten we dat dan maar niet doen. Niet meer opnemen. Maar dat kon ik niet over mijn dingen krijgen. Dat moest, hè, ook omdat het met Marco was, dat moest dan toch nog gebeuren. Daar ging behoorlijk wat mis. Het is de enige vechtpartij waarin letterlijk doorgestoten werd af en toe. En dat letterlijk voelde, ik raak hem. Hij heeft me niet één keer geraakt. Misschien voor zijn gevoel wel. Met name in dat stuk dat ik op een gegeven moment tegen die wand aan sta. En dat hij eigenlijk door de dekking heen stoot tijdens de bewegingen. Daar zit wel een contactmoment in. De klappen zien er heel krachtig uit, maar toch heel ontspannen. Als je constant een acteur hebt die heel gespannen is in zijn bewegingen, met klappen, als je dan echt iets mist of timings verkeerd zet, ja, dan komt hij gewoon door. En bij Jack was het gewoon zo, die kon het toch heel ontspannen doen. En op het moment dat die timing er verkeerd zou zitten, dan was dat net een spons waarin het meegenomen werd. Dus het risico was gewoon acceptabel. En toch hebben we dat gevecht nog één keer gedaan. Dat ziet er ook heel goed uit. Maar dat kon alleen maar omdat het Marco was. Want iedereen anders die had dat niet kunnen ingezet. Dus Marco is voor mij echt... Team. Ik moet je wel zeggen, na de twee dagen interieur kooi, we hebben dus in drie dagen, twee dagen is Danny met de camera echt alleen maar in de kooi geweest. We hebben alles daar gedraaid, zoals het gedraaid moest worden. En na dag twee was Jack op. Die was echt gevaarlijk op zelfs, want mag je echt van me weten, daar heb ik echt zorgen om gemaakt. Ik denk, ja, die krijgt zo meteen een hartstilstand. Dus ik wist, omdat het zo goed geoefend was, wist ik wat ik moest doen, dat was jou vast. Ik wist wat ik moest spelen. En heb ik mijn eigen overgegeven. En ontkent hoe mijn lichaam zich voelde op het eind van de dag. We hebben ervoor gezorgd dat tijdens die gevechten dat er een bus was met een masseur. Dus na elk gevecht ging Jack de bus in, werd hij gemasseerd. Maar na één dag was het toch, ja, kon hij eigenlijk niet meer lopen. Jack is wel een karaktervent, dus hij gaat wel door. Maar als het op is, is het op. Ik heb wel eens gedacht, als hij maar geen blessures oploopt, omdat hij natuurlijk, ja, het risico, als je een slechte conditie hebt, is het risico blessures groter. En het was natuurlijk fysiek een zware rol. Ik weet zeker, als hij een blessure had gehad, dat hij door was gegaan. En toen kwam eigenlijk iets op de derde dag, iets wat wij nooit over hebben nagedacht. Dat was de boost van het publiek. Weer ruim, Wim Kloos op Tepping. Op een gegeven moment stonden 200 man figuratie om die kooi heen. En Jack stond daarin. En iedereen die begon te schreeuwen van Demmink, op die kooibonken. Nou, je zag hem, hij werd bijna Goliath, werd hij bijna. Er zijn een hele hoop mensen en dan ben je toch theaterman genoeg om het publiek, ja, daar krijg je ook weer energie van, als het ware. We hadden dus vier camera's op de gevechten gericht. Vier tv-camera's in het publiek, die alle reacties van het publiek opnamen. En al die videolijnen kwamen dus bij elkaar. In een grote televisie schakelwagen die we van de omroep hadden mogen leiden.
En dat was heel bizar. Dus alle publiek rond die kooi. Gladiatoren in de kooi. Wij in de tv-wagen. En er werd actie gezegd. En alles gebeurde. Wij zaten daar helemaal met stomme verbazing zaten te kijken hoe alles bij elkaar kwam. Ah, het was ongelooflijk. Het was ongelooflijk. Want wij zaten dan met zo'n microfoontjes roepen, camera 4, Wim, doe dit, Jeroen, doe dat, et cetera. Om te proberen nog een hand, maar eigenlijk maakt het niet uit. Want iedereen wist zo goed van tevoren wat de bedoeling was. Het was een machine die in gang zet en je staat erbij en je kijkt erbij. En dus ik denk dat al die gevechten met dat publiek, die zijn in 3 uur zijn die gedraaid, 3,5 uur maximaal. Wat mij vooral bijbleef was het ene gevecht van Temmink, het gevecht waarin Temmink eigenlijk dood wil, want David is net dood en het hoeft allemaal niet meer. Dat werd toen ook opgenomen. En toen stond ik ook daar bij wijze van figurant langs de kooi om een beetje te jagen. En toen zag ik Jake daar spelen en vervolgens in elkaar zakken. En ik vond ze ineens zo geweldig. En ik wist ineens zo zeker dat dit een hele goede film werd. En ik weet nog dat ik aankwam en dat ik buiten de kooi zat bij Willem de Beukelaar en die zat bijna met tranen in zijn ogen van alles wat we gerepeteerd hebben komt eruit. Het ziet er fantastisch uit, dat hebben we nog nooit meegemaakt in Nederland. Ja, toen ben ik op een gegeven moment achter een echt werkelijk met tranen in mijn ogen achter een monitor gaan zitten van nou ja, dit is het gewoon. Het is gewoon gelukt. Ja, dat is echt leuk. Top. Eén gevecht, daar zag ik heel erg tegenop. Eigenlijk al meteen toen de scène geschreven was. En dat is het moment dat Temmink tussen Ingrid het hoertje in elkaar slaat. Die scène vond ik heel moeilijk. Ja, omdat je dan in één keer een vrouw voor je ziet. Terwijl als je cowboytje speelt, dan ben je met je vriendje, met een mannetje, een jongetje. Ben je cowboytje aan het spelen, boem, boem, boem. En in één keer sta je met een vrouw. Dan sla je een vrouw om elkaar en dan zie je dat bloed uit de lip komen, weet ik veel. Voor ons was heel belangrijk in het script dat duidelijk was wat voor een mens Temmink was. Die is verknipt, daar zit een schroefje los. En we wisten ook dat als hij dat gevecht van Abu Abbas Ahmed, als hij dat overleefd zou hebben, dan als publiek ga je voor hem. Dus we wilden heel erg duidelijk maken van nee, die vent is fout. Want ik snapte precies wat die man deed, die Temmink. Ik bedoel, dat is de brander weer een zekeringetje door dat zij iets deed wat niet helemaal kon. Dus ik snap die man wel. Maar als buitenstaander, als je dan stopt, we zijn gestopt, letterlijk. Dan zie je ineens een vrouw tegenover je staan en liggen en dat je denkt van, dat is dan even een aardbeeld, ja. En dan is het, Ik merk ook, dat is ook het moment dat als de toeschouwers in de zaal, als die al niet de zaal uit zijn gelopen vanwege het gevecht met de skater aan het begin van de film, nou ja, dan de tweede golf kan absoluut na het gevecht met het in elkaar slaan van dat hoertje. Toen verlieten heel veel mensen de zaal. Maar het is wel een van de scènes die naar mijn idee de film meer maakte dan enkel een knokfilm. Het is echt een van de scènes die toch een beetje duidelijk maakt wat wij willen vertellen met die film. Ja, nee, goed, uiteindelijk is het nu wel een soort type cultfilm wat zeker achteraf gezien niet zo vreemd is met zo'n soort film, kan ik het... Ja, nee, dat was misschien ook wel heel erg naïef om te denken dat we met zo'n radicale film wel eens even grote volksmassa's naar de bioscoop zouden trekken. Nou, Temmink is een van die films, daar kom je hele leven niet meer vanaf. En dat is altijd leuk als je iets maakt waar je constant aan herinnerd wordt. Het is ook leuk dat nu 5 jaar na dato de film in ieder geval nog steeds leeft. En dat als het een beetje mee zit, dat die ook nog wel een tijdje blijft leven.
tot een jaar geleden kregen we elke week een mailtje. Ik denk dat het nu één keer in de maand, één keer in de maand. We kregen altijd nog mailtjes van ik heb je film gezien, ik wil hem kopen. Die film heeft gewoon all over the world een kleine, maar een harde schare hardcore fans. Het is natuurlijk geweldig. Nou ja, weet ik veel. Ik heb het gewoon. Het is één van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Zelfs als ik hem nu nog kijk, ben ik er nog hartstikke tevreden over. Maar we hebben het al heel vaak tegen elkaar gezegd. Eigenlijk moet Temmik nog een keer gemaakt worden met een dik budget gewoon. Dat is het enige wat ik eraan mis, maar niet zozeer in de gevechten. Hetzelfde als, hoe zeg je dat? Als je onthoudt altijd de eerste meisje op je verliefd bent geweest. Temmik was mijn debuutfilm. En zo'nzelfde soort band heb je ermee. Ja. Temmik heeft een hele belangrijke plaats in mijn leven gehad. Bijvoorbeeld, ik woon hier in zo'n ghetto. En er zit dan een oud vrouwtje met twee van die hondjes. En dan zijn een paar van die Marokkaantjes die zijn aan het voetballen tegen haar muurtje. En dan loop ik daar langs. En dan zegt dat oude racistische vrouwtje van meneer, zien die jongens die schoften, stuur ze eens weg. En dan zeggen die Marokkanen, hey Temmik! En dan weet ik voor wie ik ben.